Op dit moment ben ik aan het laden bij een EV-box van Kia. Daar. Ik ben onderweg met een collega met zijn huis. Ik heb al, het is de derde keer dat ik laat. De eerste keer was op de locatie dat we afgesproken hadden. De tweede keer was de bedoeling was door Wie, maar daar bleek geen late optie. Dus dan zijn we uiteindelijk wat verder gereden. En daar heb ik kunnen laten. Er zijn heel veel van die laadpunten. Hoe meer hij naar beneden gaat, zijn het allemaal Lidl's. Maar het is zondag, dus die zijn allemaal gesloten. En het andere wat ik tegenkom vaak zijn garages, waar dan ze elektrische auto's verkopen waarschijnlijk. Ja, en ondertussen ben ik terug op de eerste locatie, die parking met die Allego. Terug aan het opladen. Uiteindelijk, ik zat op 50% als ik hier toe kwam. Rond de 2 uur gereden ben en door. En qua bereik, dus het meeste dat ik gezien heb, was rond het 70 per uur achter een kabinet. Binnendoor was het meeste van range 300 kilometer. Dat is het meeste dat ik gezien heb. En al, ik ben niet een eco aan het rijden of zo. Kijk, nu staat de range op 250 kilometer. Ik heb al 400 gereden al vandaag. Ze biedt, ik moet nog 100 rijden. Als ik thuis kom, zal het 500 zijn. Met de Zero gebruik ik wel die type 2 onderweg. Maar dan heb ik een 12 kilowatt lader. Ben ik op een uur vol. Nu zit het maar 96. Maar eigenlijk moet je gewoon onderweg niet boven de 90 laden. Ja. Onderweg laat ik hem ook niet balanceren. Ik weet zelf niet of hij balanceert aan CCS. Misschien doet hem dat enkel aan de gewone stekker thuis. Type 2.